Irritaties, irritaties, irritaties en ik was je zat. Nou, dat is aardig. Ik vind het jammer dat het uit is tussen ons. Nee. Absoluut niet. Nou, vond. Het was jammer, sowieso. Zeker. Mm. Maar I think it was for the best. Nee, ik vind het wel. Oké. Oh, de attitude en zo. Nou, nee. Nee, het is wel prima geweest. Nee, niet echt. Nee. Ik denk dat we nu juist een betere band hebben. Nee, ik vind dat niet jammer. Ik heb het wel heel jammer gevonden. Yup. Ja, op zich wel. Het ging gewoon niet zo goed. Dus het was wel een betere keuze. Maar alsnog, ik vind dat wel jammer. Ja, maar ik zou het nou niet weer willen. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Wie heeft het uitgemaakt? Jij. Ik ja. Samen? Of niet? Ja, wel een soort van, hè? Nee. Toen op vakantie in Frankrijk. Ah ja. Jij dacht aan het wenen in de auto? Toen zei ik van ja, dit werkt echt niet meer. Nee, ja, maar toen zijn we nog een dag samen gebleven om toch nog een leuke laatste dag te hebben. Nee, we hebben nooit echt officieel een relatie gehad. We hebben 4 maanden gedate. En toen kwam het voor mij heel dichtbij en ging ik nadenken. Toen dacht ik, nou, dit is niet wat ik wil. En toen heb ik het afgekoopt. Jij. Ja, dat klopt. Ik. Toch? Ja. Jij. Maar ik was het er wel gewoon mee eens. Ja, klopt, maar ik heb het wel uitgemaakt. Ongeveer samen. Oh. Maar jij was uiteindelijk degene die zei van, het is beter als we er een einde aan maken. Klopt, dus ik heb het uitgemaakt. Ik woonde in Antwerpen met Mary samen. Ik had niet zo heel veel vrienden daar zo. En op een gegeven moment leerde ik daar iemand kennen. En Mary dacht dat er meer tussen was dan het uiteindelijk was. En daar heeft ze de keuze. Dat was wel een reden om dat te denken, toch? Ja, voor jou inderdaad misschien wel iets meer. Omdat ik het niet zo zag op die manier. En omdat er ook niks gebeurd is, zeg maar. Ja, jij. Ik toch? Ja. Op Amsterdam Centraal. Amsterdam Centraal? Ja, echt? Op een bankje. Allebei. Ja, het was gewoon een keuze. Uiteindelijk hebben we gewoon samen gesprek gehad. En het was gewoon beter. Niet te veel ruzie gewoon. Ja, het ging gewoon niet. Waarom is het uitgegaan? Irritaties, irritaties, irritaties en ik was je zat. Nou, dat is aardig. Aardig, hè? Irritaties waren wederzijds. Cheater! Ja, eigenlijk dat wel. Nee, maar ik zou zeggen, tegen die tijd waren we 4 jaar of zo long distance aan het doen, denk ik. Ja, toen ging jij wat meiden entertainen en niet zo goed verbergen. Ja, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik dacht mij aan het bedriegen was en toen heb ik je gsm gepakt en in die berichten gekeken. En ja, die berichten stonden mij al echt niet aan. Dus toen heb ik gewoon gezegd, pak je spullen en ga weg. Ja man, je was wel heel, je kon wel veel zeuren, ik zeg je eerlijk. En je was heel jaloers. Ja, we verschilden gewoon echt super erg, nog steeds. Hele andere interesses ook, hè? Ja, ik denk het enige waarin wij een beetje hetzelfde zijn, is geen fok geven, denk ik. Hé man, ik weet nog, hè? Ik weet nog één keertje. Ik zou Hennessy gaan drinken en jonker roken met Lars. Ja, en ik dacht weet je welke verhaal ik bedoel? Ja. Ik zou Hennessy gaan drinken en jonker gaan roken met Lars. En toen moest je huilen, omdat jij dacht dat ik met hem ging zoenen of zo, omdat ik dronken of skaffa was. Of allebei tegelijk. Ja. Dat is wel een beetje, dat is wel een beetje erg. Volgens mij hadden we best wel veel ruzie. Is dat zo? Nou, wat semi. Zeg maar, ik irriteerde me best wel aan jou af en toe. Ja, uiteindelijk gingen wij gewoon einde van onze relatie heel veel ruzies krijgen eigenlijk over de kleinste dingen. Niet alleen kleine dingen. Nee, maar het was wel uit de kleine dingen gingen wel ineens een argument ontstaan. Toen gingen wij verder in het argument, toen werd het erger. Ja. En soms wist ik niet eens meer waar het over ging. Uiteindelijk kwamen wij zo ver dat we dachten altijd van, waar ging het nou eigenlijk over? Ja, klopt. Hoe ben je over mij heen gekomen? En dan niet in die context. Nou, het duurde wel echt heel lang. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik gewoon eerst mijn tijd genomen. En daarna gewoon gepraat vanzelf met jongens. Afgesproken. Maar dat was het allemaal niet, want jij zat nog steeds in mijn hoofd. Ik had niet echt meer gevoelens, dus ik hoefde er niet echt overheen te komen. Maar ik had het wel heel erg leuk met je, dus vond ik het ook jammer dat dat dan wegviel. Ik vind een heel eerlijk antwoord. Ja, oké. De volgende eigenlijk. Dat is echt heel gemeen, maar eigenlijk het gelijk soort van gedaan met iemand anders.
uiteindelijk had ik een jongen gevonden en die was wel gewoon echt goed voor mij. En toen ben ik hem eigenlijk een beetje gaan vergeten. Andere meiden zou ik zeggen en gewoon tijd voorbij laten gaan. Ja, gewoon, dat ging vrij snel. Ik was gewoon ook best wel snel zo van, oh, eigenlijk is het veel logischer om vrienden te zijn. Mm. Toen ik dat besefte was het gewoon eigenlijk, was ik niet echt sad meer of zo. Oh. Ik ben heel eerlijk, ik ben vrij snel naar een nieuwe relatie gegaan eigenlijk. Want ik kan ook niet echt goed alleen zijn, denk ik. Nee, dat valt te merken. Heel donkere muziek luisteren. Nee, zo de muziek die wij luisteren, heb ik heel vaak opgelegd. Wat hebben wij geluisterd? Van Nio en zo. Dat is toch niet donker? Nee, oké, dat is niet donker. Maar op dat moment was dat donker voor mij, omdat dat zo de muziek was dat wij samen luisterden. Okay. Snap je? Ja. Maar als ik dat nu luister, dan kijk ik daar wel leuk op terug. Ik denk gewoon nog aan jezelf te werken of zo. Mm. Want ik merkte dat ik eerst gewoon heel... Ja, jou wel nodig had of zo, maar niet nodig had, maar gewoon, ik wou wel gewoon graag bij jou zijn. Mm-hmm. En ik denk doordat je aan jezelf werkt, dat je daar gewoon, ja, ik had er geen behoefte meer aan. Ja, dat klinkt echt lullig, maar... Had je liefdesverdriet? Ja, wel. Oh, zeg gelukkig. Ja, ik ook. Zeker. Nee. Nee, ik was, ja, oké, ik was wel een beetje, ja, toch, het was niet leuk, maar... Ook niet de dag daarna of zo? Nee, de dag daarna niet. Duh! Jawel, jawel, heftig ook. Ja, ja, best wel lang. Denk zeker een jaar, anderhalf jaar of zo? Nee. Nee. Ja, ik heb echt heel veel gehuild. Zwaar. Maar next level, you broke my heart, maar echt wel. En waarom had je dat dan niet? I don't know, het is voor mij echt van, weet je, het is klaar, ik ga verder. Ik heb echt de eerste 2 dagen dat ik zoiets heb gehad van... 2 dagen? Ja, dat ik echt desperate in mijn bed heb gelegen van, oké, ik kom hier echt niet uit. Bij mij heeft dat echt wel langer geduurd dan 2 dagen. Echt wel maanden. Nee. Ja, uurtje of zo. Oh. Ja. Ja, sowieso. Fucking veel. Ja. Kan het ooit nog goed komen tussen ons? Nou, in een relatie niet, maar we kunnen wel gewoon goed met elkaar omgaan. Klopt. Gelukkig. Je bent mijn mattie, dus... Ja, de tijd zal het zeggen. Ja, goed komen. We zijn gewoon beste vrienden. Ja, het zit goed. Maar niet dus op liefdesvlak, dat niet. Nee, maar niet bellen. Het is toch goed tussen ons? Ja. Ja. Nee, maar geen relatie meer. Nee. Nou, het is toch goed? Ja, word. Ja, alright. Ja, dat, nou. Laat het daarover eens zijn. Cool. Sick. Nee. Op relatiegebied niet. Dat weten we allebei. Maar vriendschappelijk misschien wel. Ja, ik vind het ook wel zo goed. Ik vind eigenlijk dat het goed gekomen is tussen ons. Jullie krijgen van mij 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben. In 3, 2, 1. Auto. Strand. Strand. Kelder. Huis. Op de zetel. Bank. Shit. Ik weet het niet meer. In bed. In Frankrijk. Op vakantie. In de tent. Op festivals. Ah, in een tent. Ja, op festivals. Fuck. Ik weet niet. In het openbaar. Nee, okay. Ik weet het echt niet. Ik wil dames en heren om te kijken. Dankjewel, mom. Jij zou echt een YouTube-kanaal kunnen beginnen.